Oh jongens, dit ziet er niet uit. Wauw. Even een confession. Vroeger toen ik op stap ging. Oh my god, wat heb ik gedaan? Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik een heleboel nieuwe make-up uittesten. Ik heb namelijk wat high-end producten, maar ook wat budget producten. En gewoon alles door elkaar. En ik zou zeggen, laten we maar meteen beginnen. Want anders duurt dat weer eens eindeloos. Dus ben je benieuwd wat voor look het gaat worden. En hoe al die nieuwe producten me gaan bevallen. Blijf dan natuurlijk even kijken. En ik zou het heel erg leuk vinden als je deze video een duimpje omhoog zou willen doen. En te abonneren op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En ja, laten we beginnen. Ik begin met een foundation. En het is een foundation stick. Ik bedoel, ik begin met een primer, uiteraard. Ik was laatst bij een event van Bobbi Brown. En Bobbi Brown, die heeft één bepaald product. Die is echt ontzettend populair. En dat is namelijk hun primer, hun base. Soortachtige crème is dat. En ik heb een minietje meegekregen om het uit te proberen. Ze zei tegen mij dat het wel voor alle huidtypes goed is. Ja, zowel voor vette huid als voor droge huid. En dan bijvoorbeeld als je vette huid hebt, dan kan je dit ook gewoon gebruiken als je crème. Maar het is olievrij. En als je dus een droge huid hebt, dan is dit niet genoeg om als crème te gebruiken. Dan heb je wel echt nog een andere crème nodig. En dan ga ik nu wel echt mijn foundation stick gebruiken. Ik heb namelijk een foundation stick van Bobbi Brown ook weer. Dit is hoe de verpakking eruit ziet. Trouwens, als jullie vieze nagels voor me zien, dan sorry. Ik heb zo meteen een afspraak bij een nagelsalon. En dan wou ik het gewoon allemaal laten fixen. Maar voor nu moeten jullie het hiermee doen. I'm so sorry. Dit is trouwens een hele mooie verpakking. En dit is hoe het eruit ziet. Ik ben dus een beetje bang, omdat ik denk dat dit te donker voor mij is. En het is volgens mij inderdaad te donker voor mij. Maar we gaan ervoor. Want ik wil het gewoon heel graag uitproberen. En dan gebruik ik gewoon wat meer concealer zo meteen. Ik weet ook niet hoeveel je van zo'n foundation moet gebruiken. Het voelt echt heel dik. Dus ik denk dat hij wel gewoon veel pigment heeft ofzo. Ik gebruik er wel even mijn make-up spons voor. Probeer het toch nog even met een kwast. Ik merk toch dat ik hem niet zo heel goed kan uitblenden. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat hij te donker is. Tenminste, dat denk ik. Dat weet ik vrijwel wel zeker. Maar ik kan absoluut wat meer foundation gebruiken. Een foundation stick gebruik ik sowieso niet heel graag. Ook omdat foundation sticks gewoon echt heel erg dik zijn. En ik heb van mezelf een hele vette huid. Dus ik heb het idee dat dat dan niet zo heel goed werkt. Oh jongens, dit ziet er niet uit. Wauw. Dit is absoluut geen foundation voor mij. Ik heb zeg maar echt nu al een cake face effect. En normaal gesproken heb ik dat pas na een paar uur. Dus ja, vandaag zie ik er gewoon minder flawless uit. En dat accepteer ik maar gewoon. Nog een beetje concealer. En ik gebruik gewoon een concealer die ik altijd gebruik. En dat is deze van Catrice. Ik denk dat iedereen hem inmiddels wel kent. Ik vind het heel fijn om mijn make-up spons zeg maar van de dikke kant te gebruiken. Heel veel mensen gebruiken hem zo. En dat deed ik eigenlijk ook altijd. Maar ik vind hem eigenlijk het fijnst gewoon zo. Doe ik nou gewoon altijd. Iedereen gebruikt uiteindelijk dat soort dingen gewoon anders. Ik moet zeggen dat foundation op mijn neus sowieso altijd best wel slechter uitziet. Maar nu is het ook echt gewoon lelijk. Gewoon echt heel erg gekeken hier en hier op mijn neus. Als iemand nog tips daarvoor heeft, let me know. Waar ik dat puntje wel heel fijn voor vind, is om in de poeder te gaan. Om vervolgens onder mijn ogen af te poederen. Ik heb me even afgepoederd en nu is het tijd voor bronzer en blush. En voor bronzer gebruik ik deze bronzer van Bourjois. Hij is niet nieuw, maar ik heb hem eigenlijk niet zo heel vaak gebruikt. Dit is hoe die eruit ziet. En ik ga het nou niet zozeer voor contour gebruiken, maar wel gewoon een beetje opwarmen van de huid. Want daar is deze best wel goed voor. Ik volg dan wel zeg maar de lijn die ik normaal gesproken zou volgen. Maar probeer er niet een hele harde lijn in te creëren. Dat klonk niet echt logisch. Maar ik probeer niet zo'n bam lijn te creëren. En vergeet ook niet je voorhoofd. Want het kan heel raar ogen. Als je alleen maar hier bruin hebt. En verder voor je hele gezicht niet. Dat kan echt best wel onnatuurlijk ogen. En daarom gebruik ik ook wat van de bronzer hier op mijn kin. En een beetje op mijn onderkin. Zodat die wat weggevaagd wordt. Ook heb ik een blush gekregen van Bobbi Brown. En dit is echt een hele mooie kleur. Trouwens, voor alle make-up producten kan je nog even terecht in mijn beschrijving. Hij lijkt wel een beetje heftig. Maar ik vind het echt een hele mooie kleur. Dus ik ga er eerst even een beetje... Ja, zachtjes wou ik zeggen. Maar dat is het geen zachtjes meer. Oh. Zachtjes, snap je? Ik leer het nooit, hè. Ik heb dit zo vaak meegemaakt. Oké, nou, ja, mijn andere wang moet gewoon net zo worden.
Zo ben ik dan ook wel weer. Dan denk ik, ja, dan moet ik het eigenlijk net zo erg maken. Het is niet eens net zo erg. Oh mijn god. Bij dit soort momenten denk ik altijd blenden. En echt heel veel blenden. Dus ik pak mijn allergrootste kwast die ik heb. En ga letterlijk dit doen. 10 minuten lang. Normaal gesproken gaat het heel erg goed met blenden. Maar ik zie nu dat ik mijn foundation heel erg aan het verschuiven ben. Dus die foundation is echt helemaal niks. Het kan natuurlijk ook aan de primer liggen. Of die combinatie daarvan. Het lukt me nooit om het zeg maar een beetje gelijk te houden. Dus eentje is altijd hoger dan de ander. En daar irriteer ik me altijd heel erg aan. Maar ik kan het dan ook gewoon niet meer wegvagen. En voor mijn wenkbrauw ga ik nou voor het eerst in 5 jaar weer iets anders gebruiken. En dit is namelijk een potlood van Rimmel London. Het heet A Brow This Way. Dit is hem. En het is een brow pomade fix and fill. Dus het is niet echt een potlood. Het is een pomade in een potloodvorm. Dit is in de kleur medium. En je hebt nog een light en een dark. En ik heb echt geen idee of dit een beetje mijn kleur is. Maar we gaan het gewoon een beetje proberen. Wat dat betreft heb ik gewoon hele makkelijke wenkbrauwen. Omdat ik echt al best wel veel wenkbrauw van mezelf heb. Dus het enige wat ik altijd doe is eigenlijk een beetje mijn eigen wenkbrauw volgen. En ik voel dat er inderdaad iets van wax in zit. Want ik voel mijn haartjes gewoon op mijn hoofd plakken. Dat ging eigenlijk best wel makkelijk. Maar voor mijn smaak vind ik dit een te strakke wenkbrauw. Oh my god, wat heb ik gedaan? Dat heb ik dus echt altijd. Hè. 1 wenkbrauw lukt altijd redelijk goed. En de andere, dat wordt dan zo lelijk. Oké, dit is het met mijn wenkbrauwen. En ik ga dit accepteren en ik ga hiermee door. Ik ga nu dit oogschaduwpaletje gebruiken. Dit is een limited edition van Sleek. Het heet Spirit Animal. En dit zijn de kleuren. Ik pak gewoon weer mijn fluffieste kwast die ik kan vinden. En ga gewoon in de kleuren. Ik begin gewoon bij deze kleur. En kijk hoe ver ik kom. Dat breng ik aan in mijn crease. Ik werk altijd daarvan uit. Dan pak ik even een wat plattere kwast. En ga even in deze kleur hier. Het is een beetje oranje, bruin, roodachtige kleur. Een hele mooie kleur. Ik vind die blauwe kleuren trouwens die erin zitten ook heel mooi. Maar ik denk dat ik ze vandaag even ga overslaan. Deze kleur die ga ik er gewoon een soort van op mijn hele ooglid opleggen. Valt me op dat ik eigenlijk helemaal geen fallout heb. Daar ben ik heel blij mee. En nou pak ik weer een fluffy kwast. Want dit ziet er natuurlijk niet uit. En dan ga ik weer in mijn eerste kleur. En ga het allemaal met elkaar een beetje proberen te blenden. Om dat rode even wat meer terug te brengen. Ga ik weer even in die kleur. En breng het even wat extra aan in het midden van mijn oog. Ik ga toch een heel klein beetje van dat blauwe gebruiken. De matte blauwe kleur. Het valt me op dat ze eigenlijk van alle kleuren een shimmer kleur en een matte kleur in hebben. En dat doe ik zo onder mijn oog. Ik vind blauw zelf altijd heel lastig om mee te werken. Dus vandaar dat ik het ja, niet te veel wil gebruiken. Ik moet eerst even vertrouwen erin krijgen dat het goed komt. Lekker dramatisch. En dan ga ik ook weer even in die bruine kleur en die oranje kleur die ik zo straks ook had gebruikt. Zo zie je bijna niks meer terug van de blauwe kleur. Maakt niet uit. Dan ga ik ook even een eyeliner aanbrengen. En dit is een Tattoo Signature Superliner of By Superliner van L'Oreal. Dit is hoe die eruit ziet. En ik ga hem even snel aanbrengen. Dit is gewoon een stift eyeliner. En ik kan niet praten en eyeliner doen tegelijkertijd. Want het vraagt gewoon heel veel concentratie van mij. Oké, ik heb dat eyeliner even snel opgedaan. En ik vond hem ontzettend moeilijk in gebruik. Ik denk ook niet dat ik hem nog een keer zou gebruiken. Op een gegeven moment leek hij eigenlijk al uitgedroogd. Ik zat zo streepjes te trekken op mijn oog. En er kwam gewoon de hele tijd niks vanaf. Dus ik had ook echt zo gekeken van, komt er eigenlijk überhaupt nog iets vanaf? Maar ja dus. En dan moest je hem echt even stevig indrukken. En het tipje gaat niet met je mee. Dus het is heel, ik vond hem persoonlijk heel moeilijk in gebruik. Mocht je nou juist fijn vinden dat je eyeliner niet helemaal met je mee beweegt, dan is dit wel top voor je. Maar ik vind het persoonlijk echt heel onhandig. Dan ga ik nu voor een mascara. En dit is de Wonderfully Real mascara van Rimmel London. En hier zit ook keratine in. En eigenlijk deed het me heel erg denken aan deze mascara, wat een favoriet was van vorig jaar. Ze lijken ook echt precies op elkaar. En ik kon eigenlijk ook helemaal geen verschil vinden tussen deze twee mascara's. Behalve dus dat deze een roze huls heeft en deze een grijze. En zelfs borsteltjes lijken op elkaar. Maar deze is denk ik dan iets meer
richting de klonterige kant. En dit is iets minder klonterig. En op mijn onderwimpers gebruik ik nou het liefst een waterproof mascara. Deze mascara heeft ook een best klein borsteltje. Dus dan vind ik het fijn voor mijn onderwimpers. En ik vind waterproof mascara dus alleen fijn voor mijn onderwimpers. Omdat ik het anders van mijn wimpers niet meer afkrijg. Ik weet niet hoe mensen het doen met waterproof mascara. Maar ik krijg het niet meer van mijn ogen af. En ik vind het juist heel erg handig voor mijn onderwimpers. Omdat ze dan niet uitlopen als ik bijvoorbeeld aan het fietsen ben. Goed, dan gaan we nu door naar mijn highlighter. En ik heb een holographic halo highlighter van NYX. Het is een losse highlighter. Het is eigenlijk ook een finishing powder. Dus eigenlijk is de bedoeling dat je het over je hele gezicht aanbrengt. Maar het lijkt me niet zo heel prettig. Gezien het gewoon pure glitters zijn. Er zit er altijd zo'n stickertje op. En dat haat ik om eraf te halen. Want het lukt me nooit. Oké, ik heb hem. Woe! Ik doe gewoon een klein beetje daarvan hierin. Dat was niet een klein beetje, dat is echt heel veel highlighter. Kan je een beetje zien? Jawel. Ik kan me ook niet voorstellen dat je dit over je hele gezicht heen wil. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dan gaan we door naar een lipstick. En ik heb daarvoor een potlood van Bobbi Brown. Dit is de Art Stick. Ik heb hier al zo ontzettend veel over gehoord. Dus ik was heel erg blij toen ik dit zag. En dit is hoe het eruit ziet. Een hele mooie kleur. Past precies bij mij. Dus heel erg blij mee. Het voelt oprecht als een lipstick. Alleen het heeft een punt. Echt een hele scherpe punt. Waardoor het echt heel erg makkelijk is. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Ik dacht trouwens dat ik dit als potlood zou gebruiken. En daaroverheen een lipstick ook zou doen. Want ik heb ook nog een lipstick gekregen. Maar dit vind ik eigenlijk wel mooi genoeg zo. En dan heb ik eigenlijk alleen nog maar één ding. En dit is een fixing spray aanbrengen. En deze heb ik echt al best wel lang in mijn bezit. Ik heb hem alleen maar de hele tijd dicht gelaten. En dit is hoe het eruit ziet. Zo. Die spray is echt zo nat. Echt zo nat. Zo, het is een beetje opgedroogd. En vroeger, even een confession. Vroeger toen ik op stap ging en ik had heel veel make-up op. Gebruikte ik wel eens haarspray als een fixing spray. Fixing spray was nog niet echt een ding. Nou, dat was gewoon een dingetje onder de meiden bij ons. En we gebruikten gewoon soms haarspray als make-up spray. En zo voelt deze een beetje. Het voelt echt een beetje lijmerig aan. Ik weet dat het waarschijnlijk zo meteen wel wat lekkerder aan gaat voelen. Maar tot nu toe doet het me heel erg denken aan haarspray. En jongens, dit was mijn look van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus alle producten nogmaals kan je terugvinden in de beschrijving. En ik zou het heel erg leuk vinden als je deze video een duimpje omhoog wilt doen. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doei!